Ik sta hier omdat ik wil laten zien dat ik achter Johannes sta. Die is gekraakt en die zit al wekenlang in arrest. En ik wil voor iedereen laten zien dat ik achter Johannes sta. Ik heb met erg veel plezier een aantal jaren geleden gezien hoe die kraakbeweging zich ontzettend creatief en met ontzettende goede motiveringen ging ontwikkelen. En hoe ze ontzettende leuke acties hebben gedaan zonder enig geweld. Ik heb ook gezien hoe daar met geweld op gereageerd werd en hoe er een steeds grotere escalatie kwam. Die is niet begonnen bij de krakers, die is begonnen bij het wettig gezag. Dat de krakers nu zich willen gaan verdedigen tegen dat soort aanvallen kan ik me goed voorstellen. We staan hier nou vreedzaam te demonstreren. Als ze hier op ons gaan inrijden of wat dan ook, ik weet niet wat ik doe, hè. Dan kan je toch niet aan laten leunen allemaal, dat is toch te gek. Leven we hier nou in een politiestaat of leven we hier in een rechtsstaat? Nou, daar wil ik toch nog wel even voor vechten, zie. Jaar welvaartsstaat heeft geen einde kunnen maken aan de woningnood. Grote groepen van de bevolking wonen in slechte of te kleine huizen. En hoewel de overheid het woonrecht van jongeren erkend heeft, komen zij al helemaal niet aan de bak. Er is geen geld, geen grond, maar vooral geen politieke wil om wonen als een prioriteit te zien. Steden verkrotten, panden worden slooprijp gemaakt. Speculanten verdienen grof geld aan de schaarse woonruimte. In plaats van betaalbare woningen worden er dure kantoren en luxe appartementen gebouwd. Protesten van de bevolking en acties voor een ander woonbeleid lopen stuk op de nietszeggende beloften van de autoriteiten. Het enige waar de Amsterdamse volkshuisvesting op dit moment geen gebrek aan heeft, dat is aan woningzoekenden. Je kunt zeggen dat van elke 6 Amsterdamse huishoudens op dit moment er 1 op zoek is naar een woning. Ik zou zeggen hierbij, in de hoop dat u er snel en effectief iets mee doet, ons eisenpakket en onze brief aan het Rijk. Dank u. Het is denk ik dan ook niet de vraag of je dit soort situaties moet aanpakken. Het is de vraag hoe je ze moet aanpakken. En ik ben op ieder moment bereid om daarover te praten. En ik beschouw dit als een onderdeel van dat gesprek. En ik denk dat ik dat alleen maar kan besluiten met te zeggen dat ik hoop dat op dat punt, zowel waar het de gang van zaken in Amsterdam betreft, als waar het betreft onze, denk ik, krachtige stellingname in Den Haag, ik hoop dat het gemeentebestuur van Amsterdam dat zal kunnen doen. Niet tegenover de groepen die me dit stuk hebben aangeboden, maar naast en tezamen met de groepen die me dit stuk hebben aangeboden. Dank u. Heb je iemand aan de adviezen? Mooie plakken hoor. En hier moet je een bekendmaking. Het slap is allemaal. Aan mensen die hier langslopen. Op het moment dat Paul de deur open doet, en dat is duidelijk zichtbaar, rijdt hij zijn wagen weg en stapt de barricadeploeg, en dat zijn 6 mensen, die stappen naar buiten toe en die lopen naar het pand toe. Eind jaren 60 wordt er voor het eerst gekraakt. Sindsdien zijn er duizenden leegstaande huizen aan de woningvoorraad toegevoegd. In het begin worden vooral dichtgespijkerde panden gekraakt. Door de verkeerde aanpak van de stadsvernieuwing zouden deze jarenlang leeg blijven staan. Langzamerhand gaan krakers zich ook richten op grotere en duurdere panden. Deze huizen lenen zich uitstekend om in groepen te wonen.
kraken biedt zo de mogelijkheid te experimenteren met andere manieren van leven. Maar of je nu in een groep of alleen woont, onzeker blijft het. Je weet nooit hoe lang je kunt blijven zitten. Hoewel kraken op zich niet strafbaar is, kan een eigenaar naar de rechter stappen om je te laten ontruimen. Hij moet daarvoor echter wel je achternaam weten. De laatste tijd beslissen rechters echter tot ontruiming zonder dat achternamen bekend zijn. Daarmee lopen ze vooruit op de nieuwe leegstandwet. Als deze wet een feit is, zal kraken in de meeste gevallen strafbaar zijn. Maar zo moeilijk lag het nog niet toen Margreet een paar jaar geleden in de pijp een dichtgespijkerde gemeentewoning kraakte. Nou, de vloer die was helemaal volledig van de kamer opengezaagd. De ramen waren dichtgespijkerd. In het alkoof lag echt een stapel glas en een stapel hout. Het waren de ramen geweest. Verder was de stoppenkast door bouw- en woningtoezicht aardig kapotgeslagen. Geen stopcontacten, de elektriciteitsdraden waren tot in de muur eruit getrokken. De wc-pot was stuk geslagen, de afvoerbuis was er niet meer. Dus dat was aardig wat opknappen. Zijn er veel van deze huizen in de buurt? Nou, vooral hier in het Gerendouw-Kelijn-buurtje zijn vrij veel huizen die dichtgespijkerd zijn geweest en gekraakt. Ik heb van reacties van mensen persoonlijk wel gehoord dat ze dat heel prima vinden. Dat ze het zelf ook niet leuk vinden om tegen dichtgespijkerde panden aan te kijken. En zijn er nog veel van deze aangeschreven panden te kraken in Amsterdam? Nee, want bouw- en woningtoezicht heeft, of de gemeente heeft eindelijk dat beleid stopgezet. Het heeft wel jaren geduurd voordat ze erachter kwamen dat het natuurlijk belachelijk was. Dat eerst de mensen die er oorspronkelijk woonden geherhuisvest moesten worden. Dan de panden vernield werden, de ene keer erger dan de andere keer. En dat er dan toch altijd mensen, omdat ze niks anders hadden of op een heel klein zolderkamertje woonden, het gingen kraken en toch opknappen. Zo rustig als Margreet woont, wonen de meeste krakers in Amsterdam. Maar als je pech hebt, krijg je een knokploeg op je dak. Door samen je huis te verdedigen, lukt het wel eens zo'n knokploeg af te schrikken. Het zijn niet alleen particuliere huisbazen die knokploegen sturen. Wethouder Schaefer besluit eind 1978 een aantal panden in de Kinkerbuurt te ontruimen. Volgens bouw- en woningtoezicht zou er acuut instortingsgevaar zijn. De architect van de buurt komt tot een heel andere conclusie. Gemeentebestuur weigert te praten en stuurt een mobiele eenheid. De krakers die rond de panden een geweldloze keten vormen, worden hard uit elkaar geslagen. Het laatste beetje vertrouwen in het gemeentebestuur is hiermee verdwenen. Angst voor nog meer ontruimingen en een dreigende anti-kraakwet maken dat de krakers zich beter gaan organiseren. In veel buurten komen kraakspreekuren en kraakcafés. Deze cafés worden steeds belangrijker als ontmoetingsplaats, waar ook acties worden voorbereid. Gewoon het verhaal vertellen van wat er met hun aan de hand is. Nee, weet ik zeker. Nee, prima. Hé, maar moet ik dit briefje aan Lena geven? Ja. Dan moet ik de lijst van... Via de telefonische alarmlijst zijn krakers snel oproepbaar. De kraakrand levert informatie die minder heet van de naald is. Ja, wat vindt u van de kraak?
honderd krakers bestaan. Mensen die daar in de grote keizer zitten? Ik krijg krakers. Die mensen die hebben toch ook behoefte aan een woning onder een bed? Gaat de uilen of wiegel gaat die in een krot wonen? Of onder de brug slapen en een paar riem hangen? Ze hebben toch recht erop? Moeten ze al die kantoren die leeg staan er is in handen geven van de staat en daar de bewoningen van bouwen? Maar ze doen zo weinig. Ze doen zo weinig voor de arbeidersklasse. Door een betere organisatie wordt het mogelijk grote speculatiepanden te pakken. 6 leegstaande panden van de Ooghem aan de Keizersgracht worden gekraakt. En raken bekend onder de naam de Grote Keizer. Rob is een van de eerste bewoners. Waarom ik heb gekraakt? Ja, ik weet niet precies. Het is een soort ontwikkeling geweest. Ik heb op een gegeven moment gingen mijn ouders verhuizen. Ik woonde in Hoofddorp en die gingen naar het zuiden van het land. En ik zat hier op school en ik werkte hier in Amsterdam. En dus kon ik niet mee naar naartoe. Toen ben ik in Hoofddorp op een kamertje gaan wonen. Toen wil je heel lang zoeken via vrienden en kennis en zo kon je dan in een klein kamertje komen. Dat is een klein kamertje, daar betaalde ik ruim 300 gulden in de maand aan de huur. Plus nog gas en licht moest nog apart betalen. En ik had nog een vriend van mij die woonde ontzettend beroerd. Die is ook wel 6 keer verhuisd van een klein kamertje in een klein kamertje in Amsterdam. En nog een vriend had ik, dat is een jongen die woont nog bij zijn ouders. Wij kennen elkaar via school. Toen hebben we gezegd van we gaan gewoon in Amsterdam kraken. Kijken of we een geschikt pand kunnen vinden, dan daar willen we in gaan wonen met z'n drieën. We wilden vooral een speculatiepand pakken, omdat we het al zagen zitten. Omdat het gewoon, de panden staan leeg en ze doen er verder niks mee. En toen kwamen we toevallig een keer op een avond hier langs deze 6 panden die leeg stonden. Toen zijn we de kraakplekken gegaan en zeiden, die 6 panden daar staan leeg en kun je ons helpen om dat te kraken? Dus op een gegeven moment waren er dus iets van 40, 50 mensen die ze wilden kraken. Toen hebben we met behulp van mensen die al gekraakt hadden, want wij waren bijna allemaal onervaren. Hebben we dit hier gekraakt op 1 november 78. In opdracht van de Ooghem infiltreert spion Paul van Wissen en speelt achternamen door. De rechter eist ontruiming. Voor het eerst besluiten krakers een vonnis van de rechter naast zich neer te leggen. Ze stellen het woonrecht boven het eigendomsrecht. En op een gegeven moment hebben we gewoon besloten van we pikken het gewoon niet langer. Het is waanzin dat je weer zo'n huis hebt gegooid wordt wat weer 2 jaar leeg staat, waar niks mee gaat gebeuren. En we blijven hier gewoon zitten en zullen ook duidelijk kenmerken iedereen dat we hier blijven zitten. Het is nu echt de bedoeling dat wij gewoon nu eens een keer niet als aangevallen zijn, maar als aanvallers ons opstellen. Het is een beetje een mentale verandering, dat we ons niet gewoon weg laten slaan, maar juist de politie proberen weg te krijgen. Ik weet niet, misschien een wat vreemde opstelling, als je zo voor het eerst hoort, maar daar is eigenlijk onze hele actie ook een beetje op gebaseerd. Dat wij gewoon nu eens een keer het initiatief nemen, ons niet als willoze lammeren naar de slagbank laten leiden. Omdat het gewoon voor mij wel een heel principiële zaak is waar het om gaat. En het is voor mij niet zomaar van, ik laat me wegslepen en het is voorbij. Terwijl de publiciteit goed op gang komt en de solidariteitsbetuigingen binnenstromen, wordt de Grote Keizer in een sneltempo omgebouwd tot een fort. De Grote Keizer wordt het symbool van tienduizenden Amsterdamse woningzoekenden. Het gaat niet alleen om het behouden van woonruimte, maar ook om het aangeven van een grens. De krakers bereiden zich voor op een harde strijd. Wij gaan hier niet weg, tussen huizen en niet nog meer kantoren. Wij gaan hier niet weg, allemaal! Nee, nee! Goedenavond, dit is nog steeds Radio De Vrije Keizer op de 102 MHz FM. We gaan nog even een stukje muziek draaien, maar ik wil even een oproepje doen aan de mensen in Amsterdam die naar ons luisteren. Hebben jullie nog dekens of platen in voorraad? Breng ze even hierheen, we hebben ze hard nodig. We hebben nog maar 3 LP's hier liggen. Dat is te weinig. Ja, en dan wil ik bij deze nog even die buurman bedanken die net een zakje chips hier kwam brengen en een deken. Bij deze draai ik nog voor de 2e keer even een plaatje voor hem. Ik hoop dat er meer mensen zijn die dit voorbeeld opvolgen. Het is ook een bepaald groeiproces geweest. Dit is niet zomaar opeens van, jongens, we gaan nu maar eens ons verweren tegen de politie of zo. Het is, dat heb je gezien bij de Kinkerbuurt, waarin de mensen op een gegeven moment voor het pand gingen staan en daar gewoon weg werden geslagen. De krakers die deden gewoon niets verder, die lieten zich alleen maar wegslaan. En dat is meerdere keren gebeurd. En we hebben nu gewoon gezegd van, we laten ons niet meer zomaar wegslaan, we proberen ons te verzetten. En dan moet je blijkbaar ook maar geweld gebruiken, want lukt het je niet. Dat is gewoon, zo zie ik het momenteel. Het is misschien wel verkeerd, maar ik heb het idee dat je langzaam die kant opgedreven wordt vanzelf. Er blijft niks anders over. Praten helpt niet meer. Je leidzaam verzet helpt niet meer. Je moet echt laten zien dat je ook terug kan slaan of zo. En dan,
Ja, dan schijnen ze geloof ik nou eens een keer te willen gaan luisteren wat je nou bedoelt. Terwijl het probleem van dat geweld is het in wezen niet het probleem van dat er geen woningen zijn. En, nou, je merkt nu bij acties als Grote Keizer dat het... Ja, dat je wel gedwongen wordt om tot het einde, om gewoon veel principiëler door te gaan. En dat je met praten, nou, we zijn al jaren aan het praten en dat helpt dus niks. Dat je gewoon op een bepaald moment in een pand moet zitten en bezetten en zo dingen aan de kaak moet stellen. En dat je dat niet bij de eerste, met de eerste slag of stoot moet verlaten, want dan, nou, dan is dat, dan gebeurt er verder niets meer. Nou, als je nu inderdaad je gaat verzetten tegen dingen die echt structureel fout liggen in onze maatschappij, zoals eigendomsverhoudingen, hoe er met huis gespeculeerd kan worden, hoe mensen die inderdaad veel geld hebben en in huis hun geld kunnen beleggen. Als je daar echt consequent wat tegen probeert te doen, dat je dan een ontzettende hoop geweld over je heen krijgt, bijvoorbeeld met de Grote Keizer op een bepaald moment. Ja, nou dan toch maar uiteindelijk een helm van iemand geleend. Hoewel ik me er ontzettend helemaal niet lekker in voel om zo'n ding op je hoofd te hebben. Maar op een bepaald moment merk je dat het gewoon nodig is. Omdat je anders ze slaan op de meest vervelende plekken. Precies waar ze je kunnen raken. Nou, dan moet je zo'n ding maar op je kop zetten. Hoewel ik dat eigenlijk helemaal niet wil. En nou ja, goed, ja, verder had ik oude kleren in de hoek liggen. En elke keer als de telefoon 's ochtends vroeg ging, dan dacht ik van, nu is het zover. Amsterdam, je hebt 54.000 ingeschreven woningzoekenden. Hele gebouwen staan leeg. Woningen worden horizontaal verkocht. Huurders worden geïntimideerd. En grote heren gaan er met de poen vandoor. Burgemeester Pollack en het college van BMW vinden dat de Grote Keizer ontruimd moet worden. Terwijl het juist de gemeente Amsterdam is die nagelaten heeft om anti-speculatiemaatregelen te treffen. Daartegen demonstreren wij. De woningnood in Amsterdam moet dan eindelijk eens aangepakt worden. Niet ontruimd, maar betaalbaar wonen voor iedereen. Wonen ja, ontruimen nee! Wonen ja, ontruimen nee! Wonen ja, ontruimen nee! Ik moet steeds de laatste dagen nu zo massaal weer denken aan in het begin. Dat op een gegeven moment een bewonersvergadering van de mensen die nog overgebleven waren. Toen waren er 10 man. En toen was echt de stemming zo van, nou, het is hopeloos, hè, we gaan niet door. En nou, was echt zo'n stemmetje. En toen hebben we uiteindelijk toch besloten dat we door zouden gaan met z'n tienen. En nou, het hier wat er van gekomen is, echt waanzinnig. Het is ongelooflijk. Denk je dat het komt? Ja, ik denk dat het gewoon komt dat het mensen al lang genoeg de keihard hangt dat ze niet gewoon kunnen wonen. En dat het gewoon, iedereen dagelijks om zich heen ziet wat voor slechte dingen er gebeuren. Gewoon. Je wordt je huis uitgezet omdat je geen huurverhoging wil betalen. En je woont in krot. Je hoort van mensen die in een garage wonen voor 400 gulden per maand. Die verder niks hebben. Geen gas, geen licht, niks. Dat is echt waanzinnig. Nou, en die mensen zien het nu eindelijk allemaal een keer. En nu komt iedereen gewoon in verzet. Het moet gewoon anders worden. Iedereen moet gewoon kunnen wonen. Overmaanden tegen afdrachtwezen. Extra emissie, algem over de kop, aandelen tegen afdrachtprijzen. Wat vindt Rabani over Udink? Udink is een boerenlul. Wat vindt Boysman over aandelen? Ik sta op je land en je boerenlul. Rijk me de kaart van de stad. Waarom onder huis en hoog en panden zijn er zat? Leef dan verkotting met opzet. Kennende nu al te lang. Ik ben nog in zoekend in Amsterdam. Maar morgen heb ik weer een woning. De gemeente durft voorlopig de Grote Keizer niet te ontruimen. Wel worden krakers op alle mogelijke manieren door de politie dwarsgezeten. Mensen die onschuldige rookbommetjes maken, worden gearresteerd. Het vullen van een paar zakken zand ter verdediging van de Grote Keizer wordt als een ernstig misdrijf aangemerkt. De politie rukt massaal uit. Er werd iemand die daar bezig was met iets, die werd zo opgepakt. Kom ik kijken, word ik ook opgepakt. Jij bent... Ja, ik heb er niks mee te maken. Word gewoon opgepakt. Niks mee te maken. Niks mee te maken. Zullen we gaan? Die politieagenten, wat doen ze nou hier als ze toch niks willen doen? Wat vindt u dan dat ze moeten doen? Wat ze moeten doen? Al die panden afpakken van die grootkapitalisten die daar hebben, ze hebben uitgeswendeld en uitgekleed. En meneer Boersma en zo in die lubbers ophangen. Ja? Ja, hij stuurt ons vergeten. Kom op, hoor.
Nou ja, een beetje veel, hè? Veel mobiele eenheid. Veel mobiele eenheid, ja. De grote keizer wordt met rust gelaten, maar buiten de rechterom worden panden in de Saffierstraat en de Tolstraat ontruimd. De reeks ontruimingen waarbij krakers slechts leidelijk verzet bieden, eindigt bij de Vondelstraat. Het pand dat al een jaar leeg staat, wordt direct na de kraak door de ME ontruimd. De politie kiest voor de zoveelste keer partij voor de huiseigenaar. De gezamenlijke Amsterdamse kraakgroepen besluiten dit niet meer te pikken. Binnen een week wordt het pand opnieuw gekraakt en weer komt de ME opdraven. Het geduld van de krakers is nu op. Met alles wat voor het grijpen ligt, wordt de ME teruggeslagen. Om een ontruiming te verhinderen worden spontaan barricades opgeworpen. Honderden Amsterdammers komen helpen. Binnen een paar uur ontstaat de Vondelvrijstaat. Aan de eenvoudige eisen van de krakers wordt niet tegemoet gekomen. Op maandagochtend komen de tanks. Geweld tegen de politie, ja, het is voor mij ontzettend moeilijk, omdat ik het helemaal niet zie zitten om iemand bewust te verwonden of zo. Het is gewoon, het is in wezen heel diep triest dat je tegen je medemensen moet vechten om te kunnen wonen. Dat vind ik gewoon, ja, in wezen zou het eigenlijk niet moeten zijn, maar ja, ik heb mezelf ook gemerkt op een gegeven moment, van toen bij de Vondelstraat, dat daar die ME-werkende mensen gewoon trachten te overrijden. Dat je dan wel zo'n agressie opkrijgt en dan wil je gewoon wat doen. Dan pak je maar wat in de buurt ligt en dan smijt je op die wagens. En dan, ik heb ook stenen naar die wagens gegooid. Omdat het is zo absurd wat daar gebeurt. En ze rammen op je in. En ik kan me zo goed voorstellen dat mensen daar heel agressief van worden. Door de gebeurtenissen bij de Vondelstraat hebben krakers ontdekt dat je ook terug kunt slaan. Bij volgende ontruimingen blijven krakers zich hard verzetten. Pers en politici grijpen dit aan om de aandacht van de woningnood naar de openbare orde te verschuiven. De ME voert nieuwe tactieken in. Traangas en braakgas moeten het verzet van de krakers breken. Arrestatieteams worden ingezet. Ja.
Om een voorbeeld te stellen worden willekeurig een aantal mensen opgepakt en langdurig vastgehouden. Verdwijnt Jojo voor 2 maanden in de baaiers. Je moeder heeft zich nogal voor je ingezet. Hoe vond je dat? Nou, het verbaasde me niet dat ze achter me stond. Want ze weet wel waar ik mee bezig ben. Ze staat ook wel achter. Maar het was wel verrassend dat ze samen met de andere moeders zich zo in de strijd wierp. Met demonstraties en programma's voor de radio en zo. Dat was heel leuk. Dat is heel goed. Hij zit er op aanklacht van openlijke geweldpleging, subsidiair huisvredebreuk. Nou, huisvredebreuk is dus al waanzin, want het was legaal gekraakt en illegaal ontruimd. En geweldpleging, dat is omdat er een ME'er gezegd heeft dat hij hem heeft zien stenen gooien. Nou, dat vind ik knap werk van zo'n ME'er, om te midden van 100 of 200 mensen iemand te kunnen herkennen. Die ME'er heeft een persoonsbeschrijving van hem gegeven die niet klopte. Die heeft die ME'er gemakshalve later veranderd. Nadat hij Johannes al 2 keer had gezien in de arrestantenwagen en in de politiecel. Het bijzondere was dat we niet voor 4 dagen werden vastgehouden en ook niet 2 keer 6 dagen werden vastgehouden, maar ook nog 30 dagen erbij kregen. Dat was op zichzelf voor de eerste keer dat ze zo ver gingen met mensen vasthouden. Ik had niet gedacht dat dit soort rechtsverkrachting voorkwam in ons land. Maar dat merk ik nu. En ik ben blij dat ik het merk, maar ik vind het ook hartstikke rot. Ondanks de toenemende repressie gaan de krakers door. Zij blijven de leegstand aan de kaak stellen en richten zich nu ook op onbetaalbare luxe appartementen. Kraken krijgt steeds meer een politiek karakter. 52 flats aan de Prins Hendrikade worden gekraakt. Yvonne heeft weer een woning. Je hebt hier op de Prins Hendrikade gekraakt. Waarom heb je niet gewoon een kamer gehuurd? Nou, omdat er geen kamers zijn. Ik heb de afgelopen jaar heb ik 6 verschillende huizen geweest. En ik heb dus een agentiebewijs tot 2 jaar, bijna 2,5 jaar. En ik sta ingeschreven bij 2 woningbouwverenigingen. Ik ben verschillende kamerbureaus afgewezen, maar er is gewoon geen huis. Tenminste, niet tegen hele hoge prijzen, 1000 gulden in de maand of zo. Nou, dat kan ik niet opbrengen. Daar heb ik geen geld voor. Maar die appartementen die zijn dus gekraakt, omdat er zoveel leeg staan in Amsterdam. Er zijn iets van 1100 appartementen staan leeg. En daar komt gewoon geen mens meer, omdat niemand het meer kan betalen tegenwoordig. Je hebt geen wroeging dat je zo'n duur appartement gekraakt hebt? Nee, ik bedoel, als ik er niet ben, dan woont er ook niemand in. Ja, andere kraakers, omdat die het dan gekraakt hebben. Maar het wordt niet verkocht, dat al een jaar leeg. Wordt je leven erg beïnvloed doordat je gekraakt hebt? Nou, ik heb dus een baan en daar merk ik af en toe wel dat ik veel meer tijd moet besteden aan het kraken dan dat ik eigenlijk zou moeten besteden aan het werk. Omdat bijvoorbeeld, het is niet alleen dat je hier woont, je moet ook posten zorgen dat er geen knokploegen binnenkomen, zorgen dat er geen politie zomaar binnen kan lopen enzovoort. Ik ga bijvoorbeeld dit jaar niet op vakantie, omdat het veel te spannend is op dit moment. We weten niet hoe het proces afloopt, wat we hebben, het kort geding. En je weet niet of er gauw ontruimd gaat worden.
We moeten gewoon elke dag paraat zijn en gewoon werken aan eventueel die ontruiming. En daar schiet die vakantie bij in dan. Goedenavond. De krakers van de 47 luxe flats aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam zullen die flats binnen 14 dagen moeten verlaten. Dit bepaalde vanmiddag de president van de rechtbank in de hoofdstad in een kort geding dat tegen de krakers was aangespannen. Ten aanzien van Borst wordt dus de ontruiming bevolen binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis. Met al het zijne en de zijnen, met machtiging om dit zo nodig te doen met behulp van de sterke arm en met vordering in de kosten. Er volgt een lange discussie binnen het stedelijke kraakgroepoverleg. Hoe kun je aan je eisen vasthouden zonder een bloedbad te veroorzaken? Zijn er mogelijkheden om de geweldspiraal van de overheid te doorbreken? Wij proberen steeds ook via de pers naar buiten te brengen dat wij niet uit zijn op geweld en dat we dat op alle manieren proberen te voorkomen. Maar dat heeft ook met deze avond te maken. Daar moeten mensen ook dingen over zeggen, vinden wij. Hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld bereid om zowel binnen als buiten ontzettend veel risico's te gaan lopen? Het is ons duidelijk geworden dat die risico's ontzettend groot zijn. In verband met arrestaties en in verband met de geweldpleging die gewoon zal gaan gebeuren. En dat geweld dat komt ook niet vanuit de krakers, dat kwam steeds vanuit de andere kant. En dat is een hele belangrijke beslissing geweest binnen ook het stedelijk overleg. Dat we zeiden, laten zij maar met het geweld komen, daar gaan wij niet meer op in, op deze manier. Naar buiten toe houden de krakers vol dat het een hard gevecht gaat worden. Op het moment van de ontruiming hebben echter alle krakers op één na het gebouw verlaten. 2000 man en mee zijn gekomen om kraker Moos te ontruimen. U heeft geen gevolg gegeven aan de sommatie van de deurwaarder het pand te verlaten. De deurwaarder zal nu met behulp van de spreekarm tot ontruiming overgaan. Wat ik hier voor me zie is ongelooflijk! Een gigantische mobiele eenheidsmachinerie is dus nu toch weer lukt. We maken één ding heel duidelijk. Nu gaan we niet even op de provocatie die zich hier afrolt. Na de ontruiming van de PHK is er ook in het stedelijk over gesproken. Er was ontzettende grote verdeeldheid over waarom er geen geweld was gebruikt. Het was toch zo duidelijk als wat dat daar echt ontzettend veel gewonden en arrestanten gemaakt zouden zijn geworden als gevochten zou zijn. Er stonden toch vier scherpschutters met snelvuurgeweren die 850 schoten per seconde, per minuut konden leveren. Er stonden toch vier 20 atmosfeer waterkanonnen op het dak. Je spuit mensen toch letterlijk van het dak of op de grond, vallen toch dood? Ik bedoel, wat was er in godsnaam gebeurd als daar mensen echt met stenen van het dak waren gaan gooien? Laten we daar dan maar een keer een uitspraak over doen of het gevecht het dat waard is. De kraakbeweging heeft de woningnood weer in het middelpunt van de belangstelling geplaatst en de politici met de neus op de feiten gedrukt. Maar het is de vraag of het beleid veranderd is. Door de aankoop van de Grote Keizer door de gemeente is ontruiming voorkomen. Het lijkt er echter op dat dit vooral bedoeld was om de kraakbeweging de wind uit de zeilen te nemen. De grootscheepse ontruimingen gaan gewoon door. De Grote Wetering, een complex degelijke woningen, moet plaatsmaken voor een speculatieobject. Ook in de landelijke politiek vinden krakers weinig gehoor. Er wordt een leeslandwet voorbereid die krakers strafbaar maakt. De politie mag dan zonder meer tot ontruiming overgaan. Ik vind het geen enkele zin hebben. Waarom loop je hier dan? Nou, ik ben tegen de leeslandwet natuurlijk. Maar
Ja, God, het is wel belangrijk om op deze manier toch aan te tonen dat die hele wet overbodig is. Dat het geen bal oplost. Dat we gewoon nou, ook op een andere manier kunnen demonstreren. Ze willen gewoon van ons dat we stenen gaan gooien. En de boel en puin op schoppen. Dat zie je aan al die mensen die rondlopen. Van, gebeurt er nog wat? Ik denk dat... dat je met hardere acties in combinatie met een demonstratie eventueel wel even wetten zou kunnen veranderen of tegenhouden. Denk je dat demonstreren nog zin heeft? Nou, ik denk dat het één van de middelen is, maar zeker niet alleen demonstreren, zeker ook doorgaan met kraken. Het is gewoon één van de middelen. Actievormen worden gekozen afhankelijk van het te bereiken doel. Tegen de leegstandwet wordt voorlopig alleen nog maar gedemonstreerd. Banken die speculanten ondersteunen, worden harder aangepakt. En het feit is ook zo dat nu momenteel een hele discussie gaande is binnen de kraakwet over de mate van geweld die wij moeten gebruiken. En ik geloof dat er... nou, echt niemand is die het echt ziet zitten, dat geweld, maar ja, ze laten op een of andere manier geen andere keuze. En ik denk echt dat het heel hard wordt, heel hard gaat worden ook. Omdat het gewoon geen andere kant op kan. Nou, als we acties gaan voeren, zullen we dat verdomd goed voor moeten bereiden en weten wat voor de consequenties lopen. En dat is gewoon gearresteerd worden en langdurig vastzitten. Die kant gaat het best wel op en dan moet je gewoon, als je door wil gaan, moeten we daar goed mee bezig zijn. Daarover denken, zo min mogelijk risico's en wel harde acties die... precies die plek raken die we willen raken. Zolang de woningnood is, zal er gekraakt worden. En zolang de ME blijft aan het ruimen, zal er verzet tegen blijven. Dus dan kan je net goed iemand levenslang geven. Nou, ik weet niet. Ik denk gewoon doorkraken. Zolang er lege huizen zijn, kun je er blijven wonen. Zolang ze niet, via wettelijke middelen of zo mij aan een huis kunnen helpen, blijf ik doorkraken. Het wordt wel moeilijker als die leegstandswet aangenomen is. Ja, nou ja, als maar veel mensen blijven doen, dan lukt het wel, denk ik. Het antwoord van de kraakbeweging op de leegstandswet? Ah, het kraken gaat gewoon door. Ik bedoel, ze kunnen wat voor wet er ook doordouwen, maakt ook daarom niks uit. Kraken gaat door. Wat is de jammer?